Gemeente, we gaan vanmorgen lezen op Psalm 122, een van de liederen Hama'alot. Dat is Psalm 120 tot en met 134, de zogenaamde liederen Hama'alot, liederen van de opgang. Pelgrimsliederen die gezongen werden als de Joden op reis gingen naar Jeruzalem om daar een van de grote feesten te vieren. Pasen, Pinksteren, loofhutten. Er werd er onderweg heel wat afgezongen. Over de hoogte en diepte van het leven met God. En vanmorgen wil ik met u stilstaan bij Psalm 122. Een lied Hama'alot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis van de Heere gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broeder en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Gemeente, jongelui, was je blij dat je vanmorgen naar de kerk mocht? Of dacht je toen de wekker ging of je vader of moeder je riep, nou, ik zou eigenlijk nog wel even liever willen blijven liggen? Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop zo, gemeente, dat je herkent wat we net gelezen hebben. Ik verblijd me als ze tegen me zeggen, wij zullen in het huis van de Heere gaan. Dat is een goed teken, denk ik, als je dat mag herkennen. Want als je de Heere lief krijgt, gemeente, dan krijg je ook zijn huis en zijn dienst lief. Ik zal nooit vergeten, ik preekte eens op nieuwjaarsmorgen in Rotterdam. En die nieuwjaarsmorgen viel op een zaterdag. Dus er was vrijdag al dienst geweest, oudjaarsavond. Nieuwjaarsmorgen op zaterdag. En de volgende dag zouden er weer twee diensten zijn. En ik zal nooit vergeten, een oude ouderling, hij leeft inmiddels niet meer. Die terugkwam in de consistorie nadat ik gepreekt had. En hij had het nogal goed gehad onder de preek. En hij begon zijn gebed, Heere, ik zou hier wel willen blijven slapen. Nou, ik hoop dat u daar iets van herkent. Dat je het huis van de Heere zo lief krijgt, dat je zou kunnen zeggen, ik zou hier wel willen blijven slapen. Eén dag in uw huis, Heere, is beter dan 1000 elders. En waarom dat zo is, dat mogen we vanmorgen horen in Psalm 122... Psalm 122, we schrijven boven de preekgemeente de pelgrim in Jeruzalem. De pelgrim in Jeruzalem. Dan letten we in de eerste plaats op zijn blijdschap om Jeruzalem. We letten in de tweede plaats op zijn liefde tot Jeruzalem. We kijken in de derde plaats wat hij daar vindt in Jeruzalem. Wat maakt hem nou zo blij? Wat vindt hij daar dan dat hem zo blij maakt? En tenslotte horen we zijn gebed voor Jeruzalem. Vrede zij in u. De pelgrim in Jeruzalem, zijn blijdschap om Jeruzalem, zijn liefde tot Jeruzalem. We kijken wat hij vindt in Jeruzalem. En tenslotte horen we zijn gebed voor Jeruzalem. We gaan... Jongens en meisjes... Zing jij wel eens onderweg? Misschien ben je op vakantie geweest. Heel ver gereden. Misschien wel naar Duitsland of naar Oostenrijk. Ik weet nog wel, als wij vroeger lang aan het rijden waren met de auto. Ik had een opa die in Zeeland woonde. Dan zaten we soms al meer dan 2 uur in de auto. Dan gingen we altijd zingen. En als we er dan bijna waren, dan zongen we... We zijn er bijna! We zijn er bijna! Maar nog niet helemaal.
Nou, dat deden die pelgrimsgemeenten die naar Jeruzalem gingen ook. Nee, niet, we zijn er bijna natuurlijk, maar wel zingen. Want als je zingt, jongens en meisjes, dan gaat de tijd veel vlugger. En het zorgt ervoor, hè, dat je niet eenmaal bezig bent met de vraag hoe lang zou het nog duren. Maar je vult je hoofd even met andere gedachten. Met goede gedachten. Gedachten over de Here. Even tussen haakjes, jongelui, doet jouw muziek dat ook? Waar vul jij je hoofd, waar vul jij je gedachten mee? Als je op de fiets zit met die oortjes in of die koptelefoon op. Zit er dan ook iets van God bij? Of staat je muziek daar misschien juist mijlenver vandaan? Muziekgemeente doet iets met je. Dus ik zou zeggen, zorg alsjeblieft ervoor dat het goede woorden zijn. Woorden van God, woorden die hij goed vindt. Nou, we hoeven er niet over te twijfelen, gemeente, die pelgrims naar Jeruzalem, die zongen goede woorden. Woorden van God en woorden over God. Psalmen. Ik zei het al, hè? Psalm 120 tot 134, hè, zijn allemaal pelgrimsliederen die onderweg naar Jeruzalem gezongen werden. Hele verschillende psalmen, hè? Psalmen met klachten. Psalm 120 bijvoorbeeld, hè? Wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech. Maar ook psalmen van verwachten. Psalm 121 bijvoorbeeld, hè? Mijn hulp is van de Heere alleen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En ook psalmen dus van blijdschap. Met name als de eindbestemming naderde en Jeruzalem in zicht kwam. Kun je wel voorstellen, hè? Als na dagen lopen, want je was meestal toch wel een dag of 3, 4 onderweg, hè? Denkt u maar aan de Heer Jezus die als kind van Galilea naar Jeruzalem ging met het paasfeest. Toch al gauw een dag of 3, 4 onderweg. Als daarna dagen lopen, hè, soms ook door gevaarlijke gedeeltes heen, hè, die berg uit Psalm 121. Als dan eindelijk, ja, je in de verte Jeruzalem ziet liggen, dan gaat je hart toch wel een beetje sneller kloppen. Ik weet nog wel, toen ik zelf jaren geleden in Israël was en je ziet dan in de verte Jeruzalem liggen, vanuit de bus, dat doet toch wel iets met je. Mensen krijgen weer nieuwe energie, hè, om die laatste kilometers naar Jeruzalem af te leggen. En dan is het eindelijk zover, hè, als ja, door een van de poorten de stad wordt binnengetreden. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Blijdschap. Dat is best wel een contrast, hè, met de psalmen hiervoor. Als je even terugkijkt naar de psalmen hiervoor, hè, Psalm 120 gaat het over de beleving van vreemdelingschap. Psalm 121, hè, over die bergen waar je tegenop ziet, waar je doorheen moet. Maar nu in deze Psalm 122 proeven we blijdschap. En daar zie je aan, gemeente, in het geestelijk leven is niet alleen maar tegenslag, is niet alleen maar beproeving, maar zijn er ook momenten van blijdschap. Dat je zeggen mag, ik ben zeer vrolijk in de Here. Menig werf heeft hij u druk doen veranderen in geluk. En dat is het mooie van de psalm, hè? Want daar komen we dat allemaal tegen. Klacht en jubel, verdriet en teleurstelling, maar ook blijdschap en vreugde. En zo ook in onze psalm van morgen. Hè? Ik ben verblijd. Waarom? Nou, omdat we naar het huis van de Heere gaan. Herkent u dat? Ben je ook zo blij als je naar de kerk mag? En stralen we dat dan ook uit, gemeente? Stralen we dat uit naar onze kinderen, als we die mag hebben? Hoe bijzonder het is, wat een voorrecht het is, dat we naar de kerk kunnen gaan. Heel veel landen in de wereld waar dat niet kan. En naar je omgeving. Kunnen ze aan ons zien, gemeente, als we naar de kerk komen vanmorgen, dat we blij zijn dat we daar mogen zijn? Zijn we vriendelijk voor de mensen die we tegenkomen?
Ik vraag dat maar even, want ik zie wel eens kerkgangers denken, ja, tjoh, wat zou dit nou voor indruk maken op de mensen om ons heen? We zien er soms eerder uit alsof we naar een begrafenis gaan. Er komt geen groet van af. Dan denk ik wel eens, ja, wat moet de wereld daar dan van denken? Is dat dan met vreugde in het huis des Heren gaan? Wat blijft er dan nog over van dat, kom, ga met ons en doe als wij? Zouden de mensen dan niet eerder denken, nou liever maar niet? Laten we dankbaar zijn, gemeente, zoals deze dichter, dat we naar Gods huis mogen gaan. En laten we daar ook iets van uitstralen in onze houding. Voor deze pelgrimgemeente is het een grote vreugde, hè, dat hij in het huis van de Heere mag gaan. Kun je ook wel voorstellen, hè, na al die beproevingen, risico's, zorgen en gevaren onderweg, mag hij dat nu even allemaal loslaten, mag hij dat even allemaal achter zich laten. En ik geloof, zo is het ook vandaag voor een christen, voor een kind van God, een grote vreugde, een groot voorrecht om naar het huis van de Heere te mogen gaan. Hè? Na alle beproevingen, na alle verzoekingen en verleidingen waar je soms de hele week mee geconfronteerd wordt, dat je even op adem mag komen in de kerk, in het huis van God. Ik spreek wel eens moeders die zeggen dan, dominee, ik vind het heerlijk als ik even van alle stress van het gezin af ben en zomaar in de bank mag zitten om te luisteren en te horen wat de Heere zegt. Dan mag je op adem komen in Gods huis. Wat een zegen is dat. He, bij vrienden en broeders, zegt de psalmist, die datzelfde woord lief hebben, die dezelfde God willen dienen. Of doe je dat niet? Ja, wat doe je dan hier eigenlijk vanmorgen? Wordt het dan niet hoog tijd om je te bekeren? Waarom kom je eigenlijk naar de kerk? Toch om de Heere te leren kennen, zou ik zeggen. Om Hem te dienen en voor Hem te leven. Waarom zit je anders hier? Ik bedoel, je zit hier toch niet voor je buurman? Nee, u zit hier voor uzelf. U zit hier voor uzelf om de Heere te leren kennen, te dienen en te vrezen. En als je dat nog niet doet, dan zou ik zeggen, dan moet je juist komen. Dan moet je juist naar de kerk gaan, want dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen die onverschillig en onderuitgezakt in de kerk zaten, door een pijl van het woord geraakt worden in de kerk. Maar dat betekent natuurlijk wel dat er iets veranderen moet bij jou. Je moet je bekeren. De Heere zoeken. Opdat je Hem mag liefhebben en dienen. Bij Spurgeon kwam eens een man in Londen. Die kerkte al een poosje bij Spurgeon in die grote tabernakel in Londen. Ik ben er van de zomer nog geweest. En hij wilde eigenlijk wel graag een vaste plek in de kerk. Hij overwoog om lid te worden. Maar toen vroeg hij aan de dominee, maar dominee, klopt het dat als ik hier lid wil worden, dat van mij verwacht wordt dat ik me bekeer? Ja, zei Spurgeon, dat is inderdaad waar wij op hopen en waar we voor bidden. Dat u zich mag bekeren. Het is toch raar om naar de kerk te gaan en niet bekeerd te willen worden, gemeente? Wie gaat er nou solliciteren op een baan terwijl je die baan helemaal niet wil hebben? Je solliciteert toch omdat je die baan wil hebben? Je komt toch naar de kerk om bekeerd te worden? En als dat gebeurt, gemeente, dan kan ik u garanderen, dan is één van de dingen die verandert, dat het een vreugde voor je wordt om naar het huis van God te mogen. Ik ken mensen, ik heb ze ook in mijn gemeente, die jaren niet in de kerk geweest zijn, sommige 20 jaar niet, want zij is helemaal niks meer. Maar God ging op een wonderlijke wijze in hun leven werken. Ja, en één van de dingen die dan verandert, is dat je met vreugde in het huis van de Heere gaat. En ik merk bij deze mensen, het doet ze pijn en het is ze tot smart
dat het zo lang anders is geweest, dat je zo lang je plek in Gods huis hebt leeggelaten. Nou, dat is dan voorbij, dat kan ik u wel garanderen. Dan laat je je plek niet zomaar meer leeg. Hoe komt dat? Heel eenvoudig, gemeente, je krijgt het huis van de Heere lief. Deze pelgrim is zo blij dat hij in Jeruzalem mag zijn, omdat hij Jeruzalem heeft lief gekregen. En hier zien we denk ik iets heel belangrijks. En dan gaan we over naar onze tweede gedachte. Waar de Heilige Geest werkt, gemeente, daar komt altijd liefde voor de instellingen en de inzettingen van de Heere. En dat is mijn tweede aandachtspunt. Ik heb iets gezegd over de blijdschap om Jeruzalem. We letten in de tweede plaats op zijn liefde voor Jeruzalem. Ik zeg het nog een keer. Waar de Heilige Geest werkt, gemeente, komt altijd liefde voor de inzettingen en instellingen van de Heere. Nee, je komt wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik geloof wel. Maar ik ga niet naar de kerk. Ik dien God op mijn eigen manier. En daar heb ik eigenlijk de kerk niet van nodig. Nou, dat mag je gerust met een korreltje zout nemen, gemeente. Ik zou zeggen, geloof daar maar niks van. Want waar de Heer werkt, komt altijd liefde voor zijn inzettingen en instellingen. En het geloof respecteert dat ook. Juist omdat het de instellingen van de Heer zijn. De God die je lief hebt gekregen en die weet wat goed voor me is. En die bijvoorbeeld zegt, laat ons onze onderlinge samenkomst niet nalaten. En dan is het hier niet meer te veel. Dat zie ik wel bij die mensen die soms van buitenaf in de kerk komen. Dan is het hier niet meer te veel om twee keer op zondag naar de kerk te komen. Ik heb jarenlang in Zeeland gestaan. En in Zeeland hebben verschillende gemeenten nog de gewoontes om 3 diensten op zondag te beleggen. Morgens, middags, avonds. Het betekent niet per se dat van je verwacht wordt dat je ook al die 3 diensten bezoekt. De meeste mensen gaan 2 keer. Maar ik weet van een jongen die dat wel deed. Die ging 's morgens, middags en 's avonds. En toen vroegen zijn vrienden aan hem, waarom ga je eigenlijk nou 3 keer, joh? Nou, zei hij, omdat ik geen 4 keer kan. Dat was geen moeite voor hem. Dat was een vreugde. Er is een blijdschap door de Heere gewerkt in de inzettingen en instellingen van God. En waar komt dat vandaan? Ja, dat is nou een gevolg, gemeente, van de liefde. Een gelovige krijgt het huis en de inzettingen van de Heere lief. Onuitsprekelijk lief. Dan herkennen we ons in Psalm 84, hè? Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen, mijn ziel verlangt en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Zoals die ouderling in Rotterdam, ik zou hier wel willen blijven slapen, Heere. Waarom die liefde? Nou, vanwege wat je daar krijgen kunt. Het gaat hier niet zozeer om dat huis van God natuurlijk, dat gebouw, die tempel of die kerk. Het gaat je vooral om wat daar te vinden is en wat daar te verkrijgen is. Omdat je weet dat de Heere daar is en Hij zijn stem laat horen en Hij zijn heil en genade uitdeelt. Omdat je daar mag eten en drinken van het goede van zijn woning. Daar mag je horen om te leven. Hoort en uw ziel zal leven. Is dat altijd zo dan, bij een kind van God? Dat zal ik niet zeggen. Het is helaas ook wel eens anders. Dat allemaal zo vanzelfsprekend is. En je zonder verlangen en zonder verwachting en zonder verbrokenheid onder het woord zit. En je hoort het wel, maar het doet je zo weinig. Er is zo weinig blijdschap in je hart. Misschien herkent u het wel vanmorgen. Zo weinig liefde. Mag ik dan eens vragen, gemeente? Maar hoe zat het dan met uw voorbereiding? Hoe was het met uw gebed vanmorgen en gisteren?
Het is heel eenvoudig, gemeente. Waar wij geen honger hebben, geeft God geen eten. Ja? Waar wij geen honger hebben, geeft God geen eten. Er is eten genoeg hier. Maar je moet wel honger hebben. Toch? Ja, hongerige wil hij met goederen vervullen. Als je zonder honger in de kerk zit, dan krijg je niks mee. Ga je leeg naar huis. Of hebben we geen honger? Nou, bid er dan om. Dat is geen verkeerd gebed, hoor, gemeente, om honger te bidden. Doe je dat wel eens? Heere, geef me honger. Het is niet verkeerd, gemeente, om honger te hebben naar honger. Als u begrijpt wat ik bedoel. Augustinus zei het al, hè? God verlangt ernaar dat er naar hem verlangd wordt. God verlangt ernaar dat er naar hem verlangd wordt. En als wij niet verlangen en niet met een hongerig hart naar zijn huis komen, kan het zomaar zijn dat u weer leeg naar huis gaat. Ja, zeg je, dominee, dat heb ik inderdaad niet. Wat als dat verlangen er nou niet is? Je hebt morgen eigenlijk veel liever op het strand had gezeten. Of op het sportveld. Of ja, je zit misschien wel in de kerk, maar je bent eigenlijk alleen maar bezig met je werk en je studie voor morgen en overmorgen. Nou ja, dan mist u de liefde nog, gemeente. Waar geen liefde is voor de inzettingen van de Heer, is ook geen liefde voor God. Dan is de kerkdienst inderdaad voor jou een inhoudsloos gebeuren. Maar dan zeg ik er wel bij, dat ligt niet aan die kerkdienst. Dat ligt dan vooral aan jou. Dat ligt dan vooral aan de lauwheid en de traagheid en de laksheid van je hart dat onverschillig is voor God. Hoe kan dat nou ooit veranderen? Ja, dan moet je hart veranderen, gemeente. Kijk, ik hou niet van chocola. Wel van drop, maar niet van chocola. En u kunt 100 keer tegen mij zeggen, chocola is lekker. Maar ik geloof u niet. Ik vind er niks aan. Dus ja, je kunt tegen iemand die geen chocola lust wil zeggen dat chocola lekker is. Maar geloof het niet. En je kunt tegen een buitenstaander wel zeggen dat het zo goed is om de Here te dienen. Maar geloof je niet. Hoe zou dat nou kunnen veranderen? Hoe kan iemand die geen chocola lust, chocola lekker vinden, jongens en meisjes? Ja, dan moet je smaak veranderen. Dat zou eigenlijk zo geopereerd moeten worden, hè? Dat je smaakpapillen zo veranderen dat je voortaan chocola wel lekker vindt. Kijk, dat doet nou de Heere. Die kan je smaak veranderen. En dan wordt het je ervaring. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak. En hart en zinnen strelen. Je smaak moet veranderd worden. Kijk, en daarvoor, gemeente, moet je nou naar de kerk komen. Want dat is nou juist de plek waar de Heere je hart en je smaak verandert. Zodat je lief krijgt wat je eerst niet lief had. En gaat verlangen naar waar je vroeger nooit verlangen in had. Dus het is heel simpel, gemeente, wie de Heere lief heeft, die kan niet anders meer. En als je de Heere nog niet lief heeft, moet je vooral blijven komen. Want dit is juist de plek, ik weet het uit mijn eigen leven, waar de Heere je hart en smaak veranderen kan. Dus lieve gemeente, waardeer het alsjeblieft dat je naar de kerk mag. Laat je plek nooit zomaar leeg. Kom getrouw. Denk aan die man die door de regenstorm door de sneeuwstorm naar de kerk kwam. Er waren maar 10 mensen op komen dagen of zo. Hij woonde helemaal buiten het dorp. Hij zei, waarom ben je helemaal naar de kerk gekomen? Had je beter thuis kunnen blijven met dit weer? Hij zei, God zou zijn woord voor me hebben en ik zou er niet zijn. Daar moet je aan denken, gemeente. Als je aarzelt, zou ik wel naar de kerk gaan. God zou zijn woord voor u hebben en u bent er niet. Kom getrouw. Want God zoekt het verlorene. En hij maakt de dingen die niet zijn,
alsof ze waren. Goed, we hebben dus gezien de blijdschap van de pelgrim. We hebben gekeken wat erachter zat, hè? Zijn liefde, de liefde tot het huis en de inzettingen van de Heren. Gaan we in de derde plaats eens kijken, gemeente, wat er daar in Jeruzalem nou te vinden is. Wat maakt hem daar zo blij? Wat vindt hij nou in Jeruzalem dat hem zo blij maakt? Nou, dat kunnen we lezen, gemeente, in vers 4 en 5. Lees u even mee. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, en nou komt het, tot de getuigenis van Israël, om de naam van de Heren te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Wat is er in Jeruzalem? Nou, er staat in vers 4, daar is de getuigenis van Israël. Je zegt, ja, maar wat is dat dan, de getuigenis van Israël? Sommige Bijbelverklarers zeggen dat slaat op het woord van God. Hè, de getuigenis is het woord van God. Het woord dat daar in Jeruzalem gesproken en uitgelegd wordt. Andere uitleggers zeggen dat slaat op de ark, die ook wel de ark van de getuigenis genoemd wordt, dat weet u, hè? Ja, als je bijvoorbeeld in de herziende statenvertaling kijkt, dan wordt vers 4 vertaald als daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heren, naar de ark van de getuigenis van Israël. He, dus dan slaat dat woordje getuigenis op de ark. He, de ark als woonplaats van de Heren en als plaats van de verzoening. Nou, misschien hoeven we hier helemaal geen keus tussen te maken, gemeente. Want ik denk eigenlijk dat het allebei waar is. Hè? In de tempel hoorde je het woord van God. Hè, dat werd daar gesproken en uitgelegd en gezongen, vooral in de psalmen. En de tempel was natuurlijk ook de plek van de verzoening. Hè? Elke morgen, elke avond werden er in Jeruzalem in de tempel offers gebracht. En elk jaar op grote verzoendag zorgde de Heere daarvoor verzoening. Dus even samengevat, wat is daar te vinden in Jeruzalem? Nou, heel simpel, het woord van God. De dienst van de verzoening. En dan is er nog iets in Jeruzalem. En dat is het koningschap. Dat laten we in vers 5, hè? Vers 5 spreekt over de stoelen van het gericht. De stoelen van het huis van David. Ja, natuurlijk, Jeruzalem is de koningsstad. De stad waar David en zijn zonen regeren. Waar recht wordt gesproken en recht wordt gedaan. Zodat er vrede is en harmonie in het land. Dus samengevat, wat kun je daar vinden in Jeruzalem? Daar vind je het woord van God. Daar vind je de koning. Die door zijn woord heerschappij voert. En daar vindt de verzoening plaats, de verzoening tussen God en mens. Je zou kunnen zeggen, dan denk ik even aan zondag 12 van de catechismus, daar vinden we het profetische, God spreekt zijn woord. Daar vinden we het priesterlijke, God zorgt voor verzoening. En daar vinden we het koninklijke, daar wordt geregeerd door de zoon van David. Nou, wat betekent dat voor ons dan? Want ja, u zegt misschien, dominee, wij gaan niet naar Jeruzalem. En trouwens, al zou u gaan, die poorten staan er niet meer. Die tempel is er ook niet meer. Die koning is er ook niet meer. Er is geen zoon van David meer in Israël. Dus wat betekent dit nou voor ons vandaag? Nou, laat ik vanmorgen zeggen, gemeente, alles wat deze dichter in Jeruzalem vindt, kunt u vandaag ook vinden. Alles wat deze dichter daar vond, dat kunt u vandaag vinden in het huis van God en in de bediening van de verzoening. In de bediening van het evangelie. Weet je wat Maarten Luther zegt bij zijn uitleg op deze psalm? Luther zegt heel mooi, ons Jeruzalem is de heilige kerk. En onze tempel is Christus. En dat heeft hij heel goed gezien, denk ik.
Want alles wat we hier zien, gemeente in Psalm 122, daarvan mogen we zeggen dat is vervuld in Christus en zijn gemeente. En alles wat je in Jeruzalem vond toen, dat kun je vandaag vinden in de kerk, in de gemeente van Christus. Vergeving en verzoening van je zonde. Calvijn zegt heel mooi, hè, die tempel wijst op het priesterlijke werk van de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus is de grote hoge priester die voor volkomen verzoening heeft gezorgd. De Heer Jezus is ook de grote profeet die zijn woord laat uitleggen en verkondigen. En hij is ook de grote zoon van David, de koning van Israël, de koning der Joden, die gezeten is op de troon van zijn vader David. Dus u ziet, gemeente, alles wat zij in Jeruzalem vonden, dat mogen wij vandaag vinden in Christus en zijn gemeente. Het woord van God, vergeving van zonde en een koning die ons wil regeren door zijn woord en geest. En dan zegt Calvijn zo mooi, als deze mensen al zo verblijd waren over datgene wat zij in schaduwen vonden, hebben wij dan niet reden om ons nog veel meer te verheugen. Want wij hebben de vervulling in de Heer Jezus Christus. Hè? Want wat zij zochten in Jeruzalem, dat kunt u vandaag vinden bij de Heer Jezus. Het woord, de koning die ons door zijn woord en geest wil regeren, en de verzoening van je zonde door het geloof in zijn bloed. Dus, ik vat het even samen. Wat zij zochten in Jeruzalem, kunnen wij vandaag vinden in Jezus. En als u vraagt waarom, dan is er maar één antwoord, gemeente, omdat Jezus ook deze psalm vervuld heeft. Jezus, de grote pelgrim, kun je wel zeggen, heeft ook deze psalm 122 vervuld. Ik bedoel, gemeente, hij is op reis gegaan naar Jeruzalem om ook deze psalm te vervullen. En om wat deze psalm belooft, werkelijkheid te maken en weg te schenken. Ziet u dat? Hoe deze psalm door de Heer Jezus is vervuld, gemeente. Wat was hij verblijd toen ze tegen hem zeiden, wij zullen naar het huis van de Heer gaan. Nog maar 12 jaar oud, hè? Mocht hij mee met Jozef en Maria. En wat stroomde zijn hart vol blijdschap toen hij Jeruzalem binnenging. En het getuigenis van God hoorde in de tempel. Toen hij daar 3 dagen zat, hè? Aan de voeten van de schriftgeleerden. En toen ze hem na 3 dagen eindelijk vonden, zei hij, maar wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Lieve vader en moeder, waar zou ik anders moeten zijn? Waar zou ik anders kunnen zijn dan hier? In het huis van de Heere. En bij het woord van de Heere. En al luisterend naar dat woord van de Heere, gemeente, heeft Jezus al als kind ontdekt, deze schriften zijn het die van mij getuigen. En alles wat daarin over mij geschreven is, dat moet vervuld worden. En daarom is hij nog een keer als pelgrim naar Jeruzalem gegaan. Niet aan het begin van zijn leven, zoals daarnet, maar nog een keer aan het eind van zijn leven. U weet wel, hè? Op Palmzondag. Toen hij meeging met die feestvierende menigte om in Jeruzalem het Pascha te gaan vieren. En de mensen riepen het uit. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En zo is hij als koning, want dat was hij. Jeruzalem binnengetrokken, de zoon van David. Maar u weet wat er met hem gebeurd is. Een paar dagen later wordt diezelfde zoon van David de stad uitgeworpen. De stad uitgezet. Ze hoeven hem niet. De pelgrim die als koning werd binnengehaald,
wordt nu naar buiten geleid, buiten de legerplaats. En zijn troon wordt een kruis. En de koning der Joden sterft aan een kruis. Maar nou het grote wonder, gemeente, juist zo vervult hij Psalm 122. Zo vervult hij Psalm 122 en alles waar het in Jeruzalem over gaat. Hij zorgt voor verzoening aan dat kruis. En zo vervult hij de tempel, niet meer nodig. Overbodig geworden. Hè? Het voorhangsel scheurt. En 3 dagen later staat hij op uit de dood en wordt verhoogd als koning aan Gods rechterhand. Als Sions eeuwige koning, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die zondaren regeert door zijn woord en geest, opdat we kunnen leven onder zijn goede heerschappij. Ziet u, Jezus, de grote pelgrim, is op reis gegaan naar Jeruzalem om ook deze psalm te vervullen. En oh, we kunnen niet zeggen, gemeente, wat er een blijdschap in zijn hart was. Toen ze tegen hem zeiden, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Die blijdschap, gemeente, die was er al van eeuwigheid. En toen de vader zei tegen zijn zoon, mijn zoon, ga. Ga om ook Psalm 122 te vervullen. Toen heeft hij niet geweigerd, maar gezegd, zie ik kom, vader. Ik heb lust om uw wil te doen. Moet ik niet zijn in de dingen mijns vaders? Blijdschap in de Vader en een blijdschap om zondaren zalig te maken. Dat dreef hem voort, gemeente, om naar Jeruzalem te gaan. Dat gaf hem kracht om die weg te gaan. Hoe zwaar die weg ook was, er was iets wat nog sterker was. Om de vreugde die hem voorgesteld was. De vreugde om zondaren zalig te maken. Heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Zodat wij kunnen krijgen wat deze psalm belooft. Een priester die ons verzoent. En een koning die ons regeert. En als je dat mag weten, gemeente. Weet u dat? Bent u met God verzoend? Door Jezus Christus? Is hij uw genadige koning geworden en leeft u onder zijn heerschappij van dag tot dag? Wat krijgt u hem dan lief, gemeente? Wat komt er dan een liefde voor de Heere, voor zijn woord, voor zijn inzettingen, voor zijn dienst, voor zijn huis, voor zijn volk? Je zegt, waar blijkt dat dan uit? Hoe uitzicht dat dan? Wel, gemeente, dan gaat u het goede zoeken voor het huis van God. Dan gaat u bidden voor het huis van God en wenst u haar vrede toe. Dat zien we in het laatste stukje van de psalm, als we nog een kort ogenblik letten op zijn gebed voor Jeruzalem. Lees maar even mee. Vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaart in uw paleizen. Om mijn broeders en mijn vrienden wil zal ik het nu spreken. Vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Ja, als je de Heere mag kennen en liefhebben, gemeente, dan blijkt dat daaruit dat je het goede gaat zoeken voor het huis van de Heere en de dienst van de Heere. Dan bid je om de vrede van Jeruzalem. Dan heb je lief wie haar liefhebben. Dan wens je haar oprecht het goede toe. Dan zijn we dus geen ruziemakers en onruststokers in Gods huis. Nee, dan heb je Gods kerk lief. En dan bid je om haar instandhouding. En dan bid je om haar uitbreiding. Dan hebben we anderen lief, die ook de Heer en zijn dienst lief hebben. Dan kunnen we zeggen, ik ben een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dan maak je het je ambtsdragers niet lastig. Maar dan zult u vurig voor ze bidden. Dat zij vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. Dat zij gezegend mogen worden in hun ambtelijke werk.
dan zoek je het goede gemeente voor Gods gemeente. Niet alleen maar met je woorden, niet alleen maar met je gebeden, maar ook met je daden. Dan wil je ook inzetten voor de gemeente van God. Dan willen we onze gaven geven en ook praktisch en concreet bijdragen aan de opbouw van de gemeente van God. Ik hoop dat u dat doet. Het winterwerk komt er weer aan, hoorde ik, in de afkondiging. Ja, dan zijn er mensen nodig die dat dragen in het gebed, maar ook gewoon heel concreet en praktisch, die hun handen uit de mouwen willen steken. Of doe je dat niet? Is er allemaal liefde, gemeente? Ik kan natuurlijk niet in uw hart kijken, maar ik durf wel te zeggen vanmorgen, waar geen liefde is voor Gods huis en geen liefde voor Gods inzettingen, daar is vrees ik ook geen liefde voor Christus. En ja, als je Christus niet lief hebt, gemeente, dan heb je ook geen deel aan Christus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, zegt Paulus, die zij een vervloeking. Wie hier de stad van God niet lief heeft, die eindigt straks ook buiten de stad van God. Zo eindigt het boek Openbaring, hè? Dat eindigt met mensen die de stad van God niet lief hadden. En dan blijkt uiteindelijk dat ze straks buiten staan. Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. De andere kant is gelukkig ook waar. Wie hier liefde heeft voor Gods huis en dienst, die mag straks eeuwig binnengaan. Die mag straks tot in lengte van dagen verblijven in het huis des Heren. In Duitsland was een man in de tijd van de Reformatie. Wolfgang Schuch heette hij. En hij had de Bijbel lief gekregen. Hij had het woord van God hartelijk lief gekregen. Maar ja, dat mocht niet, hè? Je mocht de Bijbel niet lezen. Als je de Bijbel las, dan kon je zomaar opgepakt worden en gevangen gezet worden. En dat gebeurde ook met Wolfgang Schuch. Er was een commissie die zich over zijn zaak boog. En het leidde ertoe dat hij uiteindelijk veroordeeld werd. Tot de doodstraf. Dat kon toen. Je kon veroordeeld worden omdat je de Bijbel lief had. Omdat je de Heere lief had. En toen ze dat aan hem meedeelde, dat hij verbrand zou worden, begon hij te zingen. Weet je wat hij zong? Deze psalm, 122. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Ja, zo zal het straks zijn, gemeente. Wie hier de Heere lief heeft, wie hier de Heere van harte dient, mag straks ook eeuwig binnengaan. Met heel de kerk van Christus. Uit alle talen, naties en volken. In het Nieuwe Jeruzalem zijn 12 poorten. Dat betekent ze komen overal vandaan. Uit het oosten en westen, noorden en zuiden. Joden en heidenen. Heidenen en Joden. Ja, die gelukkig ook, gemeente. Laten we vanmorgen Israël niet vergeten. Ik heb net gezegd, deze psalm is vervuld in de Heer Jezus en in de gemeente. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Israël nu afgedaan heeft. Dan trekt u de verkeerde conclusie. Zonder Israël is Gods werk niet af. De Heer is nog niet klaar met Israël. Paulus zegt, als de volheid van de heidenen zal binnengegaan zijn, zal gans Israël zalig worden. Dus ja, God is nog niet klaar, gemeente, met dit aards Jeruzalem. Er zal een dag komen dat het opnieuw in Jeruzalem zal klinken. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Want de Heren zal opnieuw naar hen omzien en zich over hen ontfermen. En vanwege die toekomst mogen we ook nu al liefde hebben voor Israël. Want dat zal uiteindelijk worden, zegt de Bijbel, één kudde en één herder. Wat een dag zal dat wezen. Als Joden en heidenen door die 12 poorten Jeruzalem zullen binnentreden. In die stad met parelenpoorten. In het nieuw Jeruzalem. Johannes heeft het gezien, hè? Ik zag het nieuw Jeruzalem neerdalen. Van God uit de hemel. Als een bruid die voor haar man versierd is.
ja, dan mag de kerk van God definitief binnengaan. En dan zal het klinken. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren tot Sion. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Dan wordt het echt waar, gemeente. Ik ben verblijd. En zij begonnen vrolijk te zijn. En dan niet alleen maar de jongste zoon, zoals in de gelijkenis, maar ook de oudste zoon, Israël. Heidenen en Joden zullen zich verblijden in de Heere. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisterend naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Zorg dat u erbij bent. Amen. We gaan zingen in Psalm 102, vers 12. En dan komt dat heel mooi samen. Waar heidenen en Joden, de volken van de aarde en Israël, zich samen zullen paren om de Heere de eer en de lof toe te brengen. Dus hij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. 102, vers 12.